Vandaag is het echt een heel gezellig dagje. En het zonnetje schijnt een beetje en het is natuurlijk lekker mooi weer buiten. Voor jou is het een beetje koud, hè? Heel eventjes in de sneeuw en dan gaan we je weer pakken, hoor. Vliegdrukje. Want anders krijg je natte pillen. Ik heb een dak. Het is te koud. Ik heb een dak. Dak. Ja. Gaan we weer naar binnen? Wat gaan we doen binnen? Een zandenburg zijn doen. Een zonne zijn opties. Gaan we ganzenbord doen, hè? Bob moet ook meedoen. Moet ik ook meedoen? Ja. Ja, gezellig. Wie gaat er winnen? Ik! Ik ga winnen! Echt? Jij gooit 3. Goed zo. Gooi maar. 1, 2, 3, 4. Ja, hier. Hier. Je moet hier beginnen, hè? Hier beginnen. 2. Goed zo. 5. Ik heb kriebel in mijn nek. Oh. Ja, en dat is de put. Ja. Is dat de manse? Ja, daar moet je naartoe met het gansje. Goed zo. 1. Oh, nee. Nu ben je zo een put. Nee, wat ben je nu? Nu ben ik een dood. Ja, ach, het arme gansje moet helemaal naar het begin, naar het kikkertje. Vandaag is het echt een heel gezellig dagje. En het zonnetje schijnt een beetje en het is natuurlijk lekker mooi weer buiten. En een lekker bakje koffie natuurlijk. Maar lekker chocomel. Wil je lekker chocomel? Ja, met stroom. Ja. Ja, jammer. Jam. Oh, snottebel. Altijd, hè? En weer een puzzel klaar. Kijk nou. Het is alweer bijna 12 uur en dan staat Ezra te wachten. En Julian en Gideon bij school. Dus we gaan even naar school. Schoenen aan. Hij heeft eigenlijk een te grote jas aan. Maar dan hoef ik geen handschoenen aan te doen. Dat is wel handig. Voor een klein stukje is dat wel praktisch. Hé, hey, daar is die. En Gideon, zo, heb jij het koud? Omdat anders heel veel mensen gaan sneeuwballen in hun gezicht gooien. Ik dacht dat we nog een heel brood hadden vanochtend, maar nu moet ik toch allemaal brood gaan ontdooien opeens. Wat eten ze toch veel met deze kou? Juda, ga jij nog bidden? Heren, dank u wel voor het lekkere eten om Jezus wil. Amen. We hebben nog geen continu rooster, dus dat betekent dat we kinderen uit school moeten halen. Dan moeten we straks weer naar school. Maar dan kunnen we wel lekker even thuis eten. Vind je het leuk om thuis te eten? Ja, ik wil op school blijven, want dan kan ik kort over 2 uit zijn. Gaan we voor de tweede keer naar school, Es? Gaan we weer naar school? Even kijken of het mannetje slaapt, hoor. Volgens mij is hij wakker geworden. Hé, hey, wauw. Ben je wakker, lieverd? Hij heeft wel 2,5 uur geslapen, volgens mij. Hé, hey, Poppy, kom maar. Hey, dan gaan we. Gaan we naar beneden. Zo, jij bent lekker warm. Hallo. Was het koud? Fietsen? Dank u wel. Lekker. Jij hebt al gehad. Kijk hoe ver hij neemt. Er moet natuurlijk ook nog eten gekookt worden. Zo aan het einde van de dag. Dus een beetje tussendoor. Lekker spruitjes. Beetje Hollandse kost. Nou, dat gaat er wel in, denk ik, met dit weer.
daar is Gedien. Die heeft een dag gewerkt. Welkom. Nou, dankjewel ook. Mama, kijk daar! Oké, okay, Ik heb weer een bijbelstudie, dus ik ga er vandoor. Succes! Doei doei! Mama, dat kan helemaal niet! Doei! U bent wel aan het liefde! We hebben net een paar uurtjes geleden hebben we lekker avond gegeten. Het was echt heerlijk. 9:55, dus wij moeten ook al wel weer richting bed, hè? Ja, het was een leuke geslaagde dag, laat het zo zeggen. Ik heb net ook al een beetje pis van de grond afgeveegd. Met een doekje, ja. Leuke afsluiting van de dag.